Welkom aan boord van Dulce Bella op een stralende dag. En we lopen Vlieland aan, vlak langs het strand zoals u ziet. Waar we net dachten dat de hond de plukte water geworpen werd. Alleen dat was niet waar. Het was een zeehond waar ettelijke volwassenen zich op gestort hadden. Waarschijnlijk in de poging het arme dier te redden. We zullen even kijken of we de huilgeluiden... Ja, ik hoor wat. Het is inderdaad een huiler. Hij ligt nu achter in de bak daar. En er zijn toch 1, 2, 3, 4 ambtenaren van hun werk gerukt om dit arme dier van dit helse lot om op het prachtige strand van Vlieland wat tranen te plengen. Heel jammer. Oh, plus het rol of materieel aan. Nou, 2,50 per kilometer, ex-BTW. Ja, dat is de starttarief. Oh, dat is de starttarief. Ja, oh ja. Anyway, het is een prachtige tocht. We zijn eventjes een stukje erbuiten gevaren. En we varen nu vlak langs het strand waar een steile bank is die ongeveer 3 meter zit. De sonarpeil inderdaad. 3,10 meter hier. En achter ons zien we een opklarend zwerk. We hebben nog wel stroom tegen, want we zijn een beetje vroeg in de tijd. Daar vaart coaster Pepe. In de verte coaster Batier. En helaas, midden in de tegenstroom, de nog vrij hard vloeiende appstroom, is dat zandloper. Het is een mooi gezicht voor het plaatje, maar er staat er nog een knoopje of twee tegen. We zijn zo 1,5 uur voor stil water. Oh, de sonar geeft toch aan dat er iets moet gebeuren, geloof ik. Want van hebben we nog diepte genoeg? 2,80 meter, oké. Ik vind dat een van de mooiste routes hier langs dat hoge strand van Vlieland. Kracht. Even kijken. Ontzettend veel voor nodig om dit in stand te houden overigens. Hoeveel, schipper? Weet ik niet, maar ik weet wel dat het ook moet gebeuren af en toe. Hans is het weg. De eilanden lopen natuurlijk die kant op. We zitten echt daar, zeg 5 meter van het strand, op 3 meter. We hopen dat dit goed gaat, want daar komt wel een soort dijk aan ook. Gelukkig ligt de kaart vlak voor de stuurmans neus. Zodat mocht de dijk zich onder water voortzetten, nee, is verplaatst. Dat geen invloed op de voortgang van deze tocht zou kunnen hebben. Hebben we nog water? We hebben nog voldoende water. Maar het stroomt hier toch nog wel als een dolle hoor, moet je kijken. Ja, doe maar ontspannen jij. Er staat wel een topteken op die... Dat is verboden. Er staat wel een topteken op die strek dan, maar stel voor het is hoog water en je vaart vlak langs het topteken. Niets menselijks is ons vreemd, zeker niet in de buurt van Vlieland. Dan kunnen toch wel zo'n soort metaal op steenachtige geluiden vrij indringend doordringen tot de huid van dit schip. Ja, we zouden van de wind gebruik maken zolang die een oostelijke component had. Het is inderdaad een aantrekkelijk oppertje, maar helaas... Komt er een veerboot langs? Nee. Ik vind niet. Kijk nog even naar de zeehondenspot. Is dat je hoofd? Altijd. Zeehondpluk. En de coasters wat hier
PP. Een zandloper die inmiddels ook uit de stroom gestuurd is. En weer aan een inhaalrace begonnen is. Dit was Drifter 22 Doeltje Bella bij de aanloop van Vlielandhaven, waar we overigens zeker niet naar binnen gaan. Drifter 22 Doeltje Bella. Stop.